Ik ben dus Luna van Akker, ik ben 18 jaar en ik woon in Lembeke. Door een vriendin van mijn mama, die vroeger zelf bij Verica Gentame speelde, en die dat dan voorstelde aan mijn mama, van laat haar dat een keer proberen. En kijk, ik speel nog altijd volleybal. Ja, ik ben dus gestart in Verica Gentame als kleintje vanaf mijn 5 jaar. Dan ben ik naar de volleybalschool gekomen in Leuven, in mijn tweede middelbaar rond mijn 14, 15 jaar denk ik, of nee, 14, 13 jaar. En dan tot in de volleybalschool gezeten tot vorig jaar. En nu, mijn eerste club is Asterix. Omdat Asterix bekend staat voor een goede opleiding. En daarom heb ik eigenlijk gewoon voor Asterix gekozen. Maar ik weet dat ik hier een goede context ga raken voor mijn eigen individuele ontwikkeling. Persoonlijk mijzelf zo op een niveau brengen waar ik tot aan mijn limieten raak. En samen met de ploeg vechten tot waar we kunnen. Dat vind ik een moeilijke vraag. Eigenlijk alle nationale selectietoernooien dat we samen hebben gehad in mijn jeugd, mijn teamgenoten, dat vond ik eigenlijk altijd een van de leukste momenten uit mijn carrière tot nu toe.